video. Ik ben ook video aan het kijken, want het ziet er eigenlijk wel helemaal uit. Zal ik de audio even uitzetten? Maar ja, het is natuurlijk wel een ideale test om te zien in hoeverre Camtasia Studio versie 8 in staat is om zo'n snel flitsend filmpje als dat ze zelf gemaakt hebben voor Camtasia Studio 8, met Camtasia Studio 8, over Camtasia Studio 8 op te nemen. Want als dit vloeiend overkomt, nou dan lijkt me dat voor andere dingen ook geen probleem. Vooral niet aangezien ik nou op Full HD aan het opnemen ben op mijn PC. Voor de overige, ja, het filmpje zegt zelf eigenlijk al heel veel. Ik ben vooral even wat videomateriaal aan het maken, zodat ik met Camtasia Studio 8 kan testen. Ik heb de 30 dagen trial versie gedownload, dus ik ga even kijken wat ik hier allemaal mee kan doen.